Weer een nieuwe aflevering van de Voetbal en Zo podcast. Mijn naam is Hans de Jong. Ik zit hier vanavond met Tutu en Donna, Johnny Wijnbelt. En te gast, oud-NAC-speler en Gorkumer, Gerard Haan. Gerard, welkom. Dank je. We hebben alle drie met jou gespeeld. Alleen we hebben elkaar een tijdje niet gesproken en gezien, maar we zijn benieuwd, hoe gaat het met je? Nou, met mij gaat het fantastisch, jongens. Het is zowel privé, werk, sportief, gezondheid, alles is alles in de familie, alles picobello. Mooi. Hey, ik heb je boek gelezen. Niet alles gegeloofd, hè? Nee. Ik zei net al Gorkumer. Voel je jezelf ook een echte Gorkumer? Ik ben hier geboren. Ik ben Gorkumer, ik voel me Gorkumer en ik zou ook niet weg willen. Je woont nog steeds in Gorkum? Ik woon nog steeds in Gorkum. Okay. Ik heb nooit ergens anders gewoond. Mensen denken vaak, dan woon je nog steeds daar of daar. En dan noemen ze andere plaatsen. Maar ik heb Gorkum nog nooit verlaten. En ik vind Gorkum fantastisch. Het stadje zelf vind ik gewoon fantastisch. Af en toe heb ik wat problemen met sommige mensen. Maar ik vind Gorkum gewoon fantastisch. Qua stadje, maar ook qua ligging in Nederland. Ja, centraal. Centraal. Ja. Binnen 30 minuten staan we in het centrum van Rotterdam. En in Breda en in Utrecht. Met Den Bosch, ja. Ideaal. Ik vind Gorkum ideaal. Hey, en Gerard, volg je het voetbal nog? Ik volg het voetbal wel. Maar het is niet zo dat ik echt zo fanaat ben dat ik al het voetbal moet zien. En al zeker het regionale voetbal. Ja. Dat volg ik eigenlijk helemaal niet. Okay. Maar dat komt ook vanwege mijn werk de afgelopen jaren natuurlijk in de horeca, mijn eigen zaken. Ja, ik zag het niet als werk. Ik zag het meer als hobby. Mm-hmm. Dus het gevaar is en was dus, en dat deed ik dus ook, was iedere dag aan het werk. Ja. Ik heb 15 jaar lang, 20 jaar lang, sommige mensen, ik ben sinds een jaar nu gestopt met werken. Ik kom nu weer mensen tegen die ik echt 15, 20 jaar niet heb gezien. Moest je afkicken van het werken? Daar zeiden mensen wel van, jij gaat het moeilijk krijgen. Maar het is inderdaad, het juiste woord is afkicken. Ja. Maar gelukkig, ik ben barsten vol energie. Ik heb heel veel te doen. Okay. En daarom zeg ik ook, sinds een jaar ben ik zeg maar met pensioen. Ik was net 56. Ik denk, ik stop ermee. Maar ik heb een klus. Ik heb dus een stukje grond gekocht in Spanje. Okay. En dan ben ik zelf dus een huis aan het bouwen. Dat doe ik zelf, bouw ik vanaf de grond af helemaal op. Dus ik heb thuis genoeg te doen. Ik hou me wel bezig. Ik hou mijn energie voorlopig nog kwijt. Je bouwt het huis helemaal zelf? Helemaal zelf. Geweldig. Helemaal. Ik ben niet bang om ergens aan te beginnen. Nee. Mijn oorspronkelijk, wat dat eruit klinkt dat arrogant, maar mijn oorspronkelijke beroep is natuurlijk vliegtuigenbouw. Ja. Want toen je... Ja, wij waren voornamelijk in onze tijd bijna allemaal semi-prof. Hè? Dus ja. En ik denk ook van ja, als ik een vliegtuig kan bouwen, dan kan ik toch een paar stenen op elkaar stapelen. Dan kan ik toch een stukje hout zagen. Nou, dat is wat makkelijker dan een vliegtuig bouwen. Dus ik ben ook niet bang om ergens aan te beginnen. Was jij eerder vliegtuigbouwer dan dat je ging voetballen? Ja, ik werkte bij de vliegtuigfabriek om mijn 16e. Ja. En ik was bijna 18, deed ik pas voor het eerst van mijn leven voetbalschoenen aan. Toen ben je bij SVW gaan voetballen? Toen ben ik bij SVW gaan voetballen. En? Toen mocht ik toen moest ik eerst een trainingje meedoen bij de A2, dat weet ik nog goed. Was toevallig ook een oud NAC speler, was toen trainer, Johnny de Valk. Zeggen jullie waarschijnlijk niks. Nee. En daarna moest ik meetrainen. Maar mocht ik gelijk bij A1 mocht ik meedoen. Ja, en dat ging niet onaardig. Maar ik was gewend natuurlijk alleen mijn schoolplein. En gewoon schaven op het schoolplein. Ja, dat werd nou schaven op het veld. Maar dat was heel leuk met allemaal jongens. Heel veel jongens van de Lingenwijk natuurlijk. Woutje Klaveren. Renéetje Hameu, Duvelius, Norman Prins, dat zijn waarschijnlijk namen die jullie misschien niet zeggen, maar alle jongens waar ik mee opgegroeid ben. Kleuterschool, lagere school, snap je? Ja. Dus, Maar wie gaf jou het setje om te gaan voetballen? Dat was eigenlijk meer gekomen zeg maar, door René.
Renéetje Hammer, die heeft mij zeg maar wel een beetje meegenomen naar, ja, naar het voetballen toe. Daar heb je jarenlang samen met Jezus gespeeld, neem ik aan. Met René. Met René, ja. Maar René was ook geen makkelijke. Dat was eerste, tweede, snap je. René was ook niet op zijn bekkie gevallen. Maar ik heb met René een aantal jaren gevoetbald. En dat was de gloriejaren van SW. Met de brave... Met de brave. De promotie natuurlijk. Ik weet nog goed dat we promoveerden. En dat jaar degradeerde Unitas, dus voor het eerst sinds weet ik niet hoeveel jaar kwamen we weer bij elkaar in de afdeling. Okay. Mm-hmm. Nou ja, was voor toen die tijd toch best uniek dat er gewoon 4000 man langs de lijn staan. Ja. Mm-hmm. En ik kan me ook nog herinneren, nou we het net over Renéetje hadden, over de reclameborden heen, matten met het publiek. Ja? Oh, ja, serieus? Ja. Je was in je sas in die wedstrijd, het was altijd wel geinig, ja. Mm-hmm. Was wel leuk. Maar dat waren de gloriejaren van SOW, ja, op het oude terrein. En vanuit daaruit is de stap naar het betaalde voetbal gegaan. Maar ja. Hoe is dat precies gelopen? Nou, het is... Onder sponsoring van Kees ten Brave toen, ja, hadden wij natuurlijk best een aardig team. En bij ons kwam toen op een gegeven moment kwam er een oud NAC-speler, ook oud Feyenoorder, Martin Vrijsen. Die ging bij Den Brave werken na zijn voetbalcarrière, bij Den Brave werken, en die kwam bij SVW voetballen. Ja. Nou ja, en maar ja, een half jaar later liep dat spaak. Maar Martin Vrijsen was ook geen makkelijke. De Braaf ook geen makkelijke. Dus dat, dus met het werk liep dat fout. En ja, dus bij het voetballen was dat ook klaar. En ik kwam hem eigenlijk op parkeerterrein, liepen elkaar. Ik ging naar binnen en hij ging naar buiten. Nou, toen legde hij uit dat het verhaal met hem klaar was. Ja. Toen zei hij tegen mij, als jij in de toekomst een keer wat wil, dan moet je mij maar eens bellen. Nou ja, een half jaar later, toen heb ik hem gebeld. We knikken de knietjes, hopend dat hij nog weet wie dat ik ben. En nou ja, toen heeft hij voor mij dus proeftrainingen geregeld. Bij NAC en bij Den Bosch. En toen ben ik eerst dus naar NAC toe gegaan. En toen heb ik 2 weken bij NAC proef getraind. Ja. En ja, ik had al lang in de gaten. Ik denk, oh god, dat gaat hem allemaal niet worden hier. Je was trainer? Het was Hans Verel was trainer. En, maar het was een slechte periode van NAC ook. Hè? Want het was het seizoen daarvoor dus. 87 bij NAC. Ja, was alles, het meubilair was opgekocht op een veiling door die supporters. En weer teruggegeven naar NAC. Zo slecht ging het toen met NAC. En maar ja, toen, terwijl ik daar aan het proeftrainen was... Toen hoorde ik dat Kees ten Brave hoofdsponsor zou worden dat seizoen erop. Van NAC. Dus ik op weg naar huis. Ik bel Fransje Zwaters, had toen heel goed contact mee, de journalist. Mm. En die kwam ook vaak bij ten Brave thuis. Ik ook heel af en toe wel eens, omdat ik Wim kende. Mm. En dus ja, wij op visite bij Kees die avond. En ja, Kees die belde gewoon Hans Verel op. Die zegt, Hans... Je pakt hem er gewoon een jaar bij. En we zien wel wat. En als het over een jaar niks is, dan is het wegwezen ermee. Hmm. Ja, en een paar maanden later maak ik heel de boel gek. Ja. Hey Gerard, we hebben, wat Hans al zei, we hebben met elkaar gespeeld. Ja, dat klopt. En ja, kijk, ik zal niet tegen Gerard doen, helemaal niet. Want je was echt een voetstuk bij ons. Maar qua voetbal... Als je... Kijk, mijn positiespel wilde ik nooit bij jou zijn, want dan moest ik veel niet meer hebben, dus dan weet je genoeg. Nee, maar je komt bij NAC met jouw kwaliteit. En dat waren, je zegt zelf, hangten, schoppen slaan, werken, mentaliteit. Maar dan krijg je met jongens zoals Lokhoff, denk ik. Ja. Technische jongens. Hoe hou je dan staan, hè? Zag je dat niet als boertje uit Gorkum? Op het moment dat Lokhoff... bij ons kwam, die was gewoon heel blij dat ik achter hem ging voetballen. Mm. Want ik liep achter Lokhoff, ik deed verdedigende werk. Mm. En Lokhoff zag mij niet meer als broertje, want ik speelde op dat moment natuurlijk al een aantal jaren bij NAC. Mm. Snap je? Mm. Ik voetbal daar bij NAC. Mm. Dus in het begin toen ik bij NAC binnenkwam lopen, Toen had je wel natuurlijk zo'n groepje van die jongens, ja, die vanaf jongs af aan opgroeien. Ja. Maar en ja, die zagen mij wel van, pff,
wat is dit nou? Wat komt hij hier nou doen? Maar in het boek staat dat jij echt de eerste periode gewoon niks hebt gezegd, alleen maar getraind. En, klopt. Was je zo bescheiden of dacht je van eerst nou, eens maar laten zien? Nou, maar ik was gewoon ik was buiten het veld op, gewoon heel rustig. Ja. En ik heb me nooit wat verbeeld bij het hele voetballen niet. Nee. Bij het hele voetbal heb ik me nooit wat verbeeld. Ik ben blij dat ik eigenlijk eerst al werkte. Misschien is dat wel goed geweest dan dat ik voetbalde. Want je beseft. Want anders had ik misschien ook zo'n verwend balletje geweest die denkt dat hij van alles is. Maar moest jij op een wedstrijddag bijvoorbeeld eerst werken nog? En... Ja, mijn ritueel. Op een gegeven moment dat ik inderdaad ook ging spelen. Want ik werkte. Maar de meeste jongens werkten. Ja. Maar ik had gewoon een fantastische baan. Vliegtuigbouw, echt hoor, een superberoep. Echt een superberoep gewoon. En, maar ik mocht overdag mocht ik eerder weg. In plaats van tot 4:30 werken, mocht ik om 3:00 weg. Trainen. En om te gaan trainen. Ja. Alleen op woensdag dan niet. Wij trainen, woensdag hoefden wij niet te trainen. Normaal gesproken. Maar dan werkte ik s'avonds door. Maar het was ook de drukke periode van Fokker. Mm. Met nieuwe projecten. Maar ik compenseerde. Iedere zaterdagochtend compenseerde ik de tijd ook. Was ik om 7:00 op mijn werk. Zaterdagochtend. Mm. Om 12:00 was het dan klaar. Was ik om 12:30 thuis. Om 12:55 lag ik in mijn bed. En dan werd ik om 4:30 werd ik wakker. Mm. Ging de wekker, werd ik wakker, nam ik 2 boterhammetjes. En s'avonds s'avonds schaven en voetballen. Dat was mijn ritueel. Hoe oud was je toen? Ik was 25 toen ik bij NAC binnenkwam lopen. 25. Dus dat is een roep voor heel veel spelers. 25. Hoeveel jaar heb je daar eigenlijk gespeeld? Ik heb daar gevoetbald vanaf seizoen 88, 89 tot 92, 93. Dus zeg maar 5 seizoenen. Hey, Gerard, ik zie een hele mooie foto. Daar komen we zo op, maar wat mij opgevallen is van de week toen wij jou aankondigden, was vooral die populariteit die je nog in Breda hebt. Locals benaderden ons, ja, hoe zit met Gerard, fantastisch. Dus, en ik zie het hier, hier is het tegen Feyenoord. Ja. Wat denk je populariteit aan, denk je? Nou, ik weet waar ik het aan denk. Ik weet het gewoon, waar ik het aan te danken heb, dat weet ik gewoon. Snap je? Dat is gewoon... gewoon keihard je best doen, snap je? Als je moet voetballen, dan is het gewoon geven wat je hebt, ja? En dan is het al snel goed. En de ene keer heb je meer dan de andere keer, snap je? Ja. Ook al ben je een werker, de ene keer kan je gewoon harder dan de andere keer, snap je? Maar ik gaf gewoon niet op. En zij zagen mij, ik had natuurlijk dat lange haar. Ja, dat lange haar en... ja, alles werkte er gewoon een beetje aan mee. Het is, voor mij was het fantastisch. NAC, een leuke club. Dan heb je de juiste voetballers om me heen. Want je hebt gespeeld met Lokko, Voordonk. Brusselers. Met Johnny Karelsen. Johnny Karelsen. Geert Brusselers, Hans van der Dunge, Jacques Sveres, Peter Remy, Tom Cornelissen, Johnny Lammers, Kees Schapendonk, Henny Verschoren, Wanny Vergeels, Marcel van Helm, Jackie Kaumans. Ton Lokhoff, François, hoe heet die? Gesthuizen. Met Geert Brusselers, met Pierre van Hooydonk. Noem ze allemaal maar op, joh. En wist je in die periode, besefte je dat je ook zo populair was? Of komt dat pas later zoiets? Ja, dat gekke huis, dat is bij mij pas later eigenlijk. Echt later heb ik me dat echt doorgedrongen, maar jaren later. Hè. Want je bent eigenlijk... Want al die jaren sinds dat ik weg ben... Dat is nu 27 jaar dat ik bij NAC weg ben. Ja. Ieder jaar maak ik wat mee. Van met de Breda Locals. Met dat er een paar jaar geleden maken... Je hebt van die straatartiesten. Ja. Dat is van kampzeedorf.nl. Dat zijn volgens mij gasten uit Amsterdam. Zo'n foto. En die brengen dan in een tunnel... vlakbij het NAC-stadion... Ja. Brengen ze een wandschildering aan. Van mij. Ja. Niet van Pierre. Niet van Ton Lokhoff. Niet van Tom Cornelissen, die de gouden schoenen door godverdorie gewonnen heeft. Nee, die maken dat van mij. Ja. Nou, dan zoek ik die jongens op. Op internet. Dan stuur ik een mailtje. En dan krijg ik een mailtje terug. Je was onze held. Maar dat kan je niet voorstellen. Dat is gewoon absurd. Dat is echt gewoon mensen hier in Gorinchem.
En ook, jullie wisten het niet. Nee, wij beseffen het ook niet. Jullie weten het, maar omdat ik er niet over praat. Nee. Ja, nou, ja, nou, ik moet zeggen... Omdat ik moet zeggen, als ik mensen aan mij vragen, dan praat ik erover. Ja. Maar nee. Ik ga niet... Want weet je niet wie ik ben? Nee. Houd toch op, joh, het was maar voetballer. Nee, maar, als ik naar het toilet ga, dan stink ik ook, hoor. Nee. Snap je? Zo nee. Simpel is het gewoon. Ik zou je vertellen, Ger, ik begon het te beseffen. Wij waren een keer met Sudoku naar Amsterdam gegaan. En dan deed die sponsor de regel die fout. En toen waren we, ik denk de Cooldown Café of een of ander café. En dat was druk en dan kwamen gasten naar jou toe. Ik dacht mezelf, hey, we zijn in Amsterdam. En ze zagen jou echt als held. Ze wilden handtekening mee, ze wilden op de foto mee. Ja. Toen begon ik te beseffen van... Ja, wij waren ook jong. Jij liep altijd voorop op een training bijvoorbeeld. Altijd. En mentaliteit, wij zaten in een heel andere fase ook. Maar nu zijn wij trainer en ik noem jou nog wel eens als voorbeeld. Als gasten lopen de zeiken of zo. Dan zeg ik, nou, ik heb er met één gespeeld. Die gaat nooit op. Ik weet nog dat wij in de kleedkamer... Ik zeg tegen Hans net, god, dat ik van jou een uitnodiging krijg. Wij hebben nog wel eens met de koppen tegen elkaar gestaan. Ja, dat was gek op de weg. Ja. Ik moest ertussen komen. Ja, hebben jullie twee periodes met elkaar gespeeld? Ja, wij wel. Want ik heb een periode met Toet. Toen speelde jij. Kwam ik later toen speelde jij er ook. Ja. Maar die periode was met Ger Klop. Ja. In de vierde klasse. Dat is leuk. In de rust ging het toen even erop. Ja. Nee, maar hij wilde winnen. En maar wij ook. Wilde winnen. Wij ook. Op een andere manier. Alleen, op een andere manier. Alleen wat hij had en wat de nieuwe generatie. Ik ben stil. Wat de nieuwe generatie niet heeft. En wij konden het van hem begrijpen. Hij wilde kost voor kost winnen. En ja, en dan boksen we wel eens. En dat was gezellig in de kleedkamer. En de trainer liep weg. Ger liep toen weg. Wij lossen het op als spelers. Ja, maar weet je, het is dat zeg ik wel eens met nu ook, hè, van, met mensen die wel eens problemen met elkaar hebben. Dat is onder voetballers is dat eigenlijk veel makkelijker. Je schopt elkaar op het trainingsveld, schopt je elkaar verrot en aan de hand hang je aan de bar en dan ben je het gewoon weer vergeten. Ja. Je geeft elkaar wat te drinken. Mm. Maar er zijn zoveel mensen bij, ook met werk en met van alles, die blijven maar zeuren en zeuren en zeuren. Ja. En daarom zeg ik van, met voetballers is het dan gewoon wel eens gewoon makkelijker, snap je? Mm. Ja. Dat is gewoon veel leuker. Want ik weet wel, ik heb jou toen ook gesproken. En toen dacht ik mezelf, dat was vorig jaar, denk ik, of met Antonio. Ik zeg, met jou, know-how. Kijk, als je bij mij zou komen verdedigen, zou leren verdedigen. Dat zou wel een voordeel zijn, maar je hebt tegen mij toen gezegd, Toet, ik wil niks in de voetballerij te maken. Nee, nee. Want ik weet gewoon... Net zoals, dat, zoals jullie in de aankondiging met dat manikaal. Ik weet gewoon dat ik ben fanatiek. En dat is gewoon extreem. Snap je? En als mensen beginnen over hard werken. Mm. Ja. Nou, dan moet je wel heel hard werken. Voordat je bij mij, zeg maar, voordat je naar mijn maatstaven hard werkt. Mm. Ik heb gedurende 120 uur in de week gewerkt. Hè, jarenlang, hè. Met die zes zaakjes die ik had, hè. Snap je? Het is mij niet aankomen waar. Ik heb je nog op last. Dus als mensen tegen mij zeggen, ik moet hard werken. En ik donder toch op, hoeveel uur werk je in de week? Snap je? Ja. Je doet voor mij... Ik zou al snel in mijn mond nemen als trainer zijnde... Als je godverdomme niet beter kan, dan donder je maar op. Nou, dan denk ik dat ik nou een week niemand over heb, snap je? Nee. Dus dat weet ik gewoon van mezelf. Het enige wat misschien wel zou kunnen misschien... Yo, maar ik doe dat gewoon niet, omdat ik lekker wil gaan genieten, ga veel liever kijken. Ja, is misschien als assistent van iemand, dat zou misschien wel gepast hebben, snap je? Dat je niet... En bijvoorbeeld bij de jeugd van NAC, dat je die jonge jongens begeleidt een beetje op het mentale misschien, of... Okay. Yo, ik denk dat gewoon helemaal een verloren zaak is. Ik denk dat verschil gewoon te groot is. Tussen mijn generatie en de huidige, hele verwende generatie. Ja. Alles komt maar aan bij je. Wij voetballen ook, heb ik het idee, hè? Wij voetballen voor ons plezier ook. Ja? Ja. Omdat je wilde voetballen. Tegenwoordig heb ik wel eens ze denken weer, ik moet weer werken vanavond. Ja. En dat is, ik denk dat dat
dat verschil qua generatie en qua tijd. Ik snap het ook wel. Tegenwoordig natuurlijk ook veel meer verleidingen dan wat wij hadden. Wij hadden natuurlijk die mobiele telefoon niet. Nee. Ja, dat geloven jullie niet. Maar toen ik ben nog opgegroeid met een zwart-wit tv. Ja, in Nederland 1, 2 en 3. Mm. Snap je? En ja, ik snap het allemaal wel tegenwoordig. Veel meer verleidingen, maar het is... Meer geld. Ik heb je... Ik moet zeggen, ik heb je nog, ik denk, 3 jaar geleden meegemaakt. Trainen we nog met elkaar? Nee, 4 jaar geleden, bij Arkel. Bij Arkel? Toen was je... Arkel, ja, toen was ik 47. Nee, toen was ik 50. Wie was de trainer toen dan? Dat was Jeroen. Ja, nee, en voor, je, en voor Jeroen ook nog. Hoe heette die man nou, jong? Teus Jacobs. Teus, onder Teus. Ja, en, maar ook, bij was ik nog 50 en ik af en toe... Af en toe 50, maar weet ik veel wat. En af en toe moest ik gewoon nog een wedstrijdje meedoen ook. Want waar ben jij uiteindelijk echt gestopt? Ik ben uiteindelijk... Bij Arkel dan? Nee. Bij Arkel wilde ik alleen maar trainen. Ah. Ik wilde alleen maar een clubje hebben om mee te trainen, snap je? Ik wilde niet meer voetballen in het weekend. Ik wilde alleen maar meetrainen. Dat heb ik bij Arkel gedaan. Maar ik ben naast dit ook, waar ik weggegaan ben vanwege... door bepaalde... omstandigheden. En toen ben ik daarna nog een jaartje ben ik naar Kees van Bavel gegaan. Ja, bij Voudrichem. Voudrichem, want ik wilde gewoon leuk stoppen. Snap je nou? En dat was, voor mij was Kees van Bavel daar gewoon de perfecte persoon voor. Ja. Je had met Kees van Bavel gevoetbald bij SV. Ik heb bij Kees van Bavel gevoetbald bij SV. En was trouwens een begenadigd voetballer. Buitenspeler. Ja, was een geweldig hoor. En, gegarandeerd dat hij gepoord zou hebben. Dat was goed hoor, dat was heel goed. En ik heb natuurlijk Kees ook bij Stedoco gehad. Als trainer. Ja, en hij deed het geweldig hè. Geweldig. Maar hij moest weg. En hij moest weg. Baaf. Kees van Baaf. Ja, is Ger Klop daar later gekomen? Nee, Ger was er eerst. Ger was er eerst. En na Ger kwam Kees van Baaf. En wie kwam er toen? En toen kwam de andere Kees. Ja, dat was een beetje midden in het seizoen, in een winterstop. Ja, toen is er gewoon, en je noemt de naam al, Kees Lagendijk. Mm. Ja, toen is er waarschijnlijk een heel smerig spelletje gespeeld. Snap je? Want ook Kees van Bavel is daar ook volledig van overtuigd dat Kees Lagendijk gewoon achter zijn rug om aan het zagen is gegaan. Dat Kees van Bavel buiten ging. Bij het bestuur? Ja, bij samen met de leiding van Stedoco toen. Waar was de Lagendijk trainer dan? Ik weet het niet meer. Want, dus hij werd trainer bij Stedoco? Dat duurde nog wel een paar maandjes, maar hij was wel meteen in beeld. Hij was meteen in beeld, snap je? Het was allemaal een beetje te toevallig. Dat seizoen ben ik teruggekomen. Het was een beetje te toevallig. Okay. Te toevallig. En daar had je moeite mee? Dat Kees trainer werd? Ja. Nee, dat had ik niet. Nee, maar ik bedoel, nee, meer van dat spelletje wat er werd gespeeld met Van Bavel. Daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van. Maar het is moeilijk. Het schijnt in de voetbalwereld schijnt het gewoon heel moeilijk te zijn dat je als volwassen kerels gewoon eerlijk bent en dat je gewoon zegt van joh, ik zie het niet meer in jou zitten. Ja, of dat is heel vaak gewoon achterbakse spelletjes. Ja, ook richting spelers vaak. Oh, ja, vertel mij wat. Ja. Vertel mij wat. Dat is wat we net over hadden. Wij hadden, kijk, ik zeg dat moment in de kleedkamer, maar ik heb ook andere momenten. Wij speelden tegen LSC, dat was eigenlijk het begin van Stoko. Ja. Ik weet dat jij... De bekerwedstrijd. Ja. Iedereen kent hem nog. Ja. Jij had de hele week niet getraind. Jij moest werken. Maar wie offerde zich op? Weet je nog wie voor je opofferde? Ik weet het niet meer. Rob Flint. Want Ger Klop had mijn wissel gezet tegen Peursen. Er was iets gebeurd op training. En dat verloren we. En toen speelden wij voor de beker tegen LSC. Dat weet ik nog goed. En, was dat 4-1? Ja, 4-1 tegen Peursen. 3-0. 3-0. 3-0, nee, 3-0, ja. 3-0. En ik weet nog, het was koud in de winter. Wij scoorden. Maar het was bingo. Mm. En ik weet nog, één ding weet ik daar ook nog heel goed. Wat dan? Er was een jochie, hoe heette de spits toen ook alweer? Bruggeman. Bruggeman, zijn voornaam? Johan. Johan Bruggeman. Johan Bruggeman, dat weet ik ook nog heel goed. Maar daar had ik mee gevoetbald bij Kozakken Boys. Die stonden in de spits en die bal was een stekker. En ik weet bij ons, bij Stedoco speelde toen een jochie, deed voor het eerst mee. Als back zijnde of verdediger zijnde. Kostje. Ik weet niet, 17, 18 jaar, die deed voor het eerst mee. Dico. En, nee, Dico niet. Nee, Dico maar, niet. En hoe heet het? En Bruggeman, ja. En Bruggeman, ja, die balde toen naar zijn stekker.
En die gaf die jongen een klap. Die gaf die jongen een klap. En ik zei tegen die jongen van, je moet hem gewoon terugslaan. Je moet hem gewoon terugslaan. En toen op een gegeven moment, toen zei ik, toen liep ik naar Bruggema toe. Die keek de andere kant uit. Mm-hmm. En ik zeg, hey, Johan. En die keek om, pats. En ik gaf een lekker knal op zijn kanis. En toen zei hij, god, wat doe je nou? Pats. En ik gaf hem er nog overheen. En ik weet dat niks van. Nee. En ik weet nog goed, na de wedstrijd, ging Bruggeman naar Ger Klop toe. Mm-hmm. En die zei van, Ger, die Daan is knettergek, jong. En ik weet nog goed, Ger zei, maar dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Geweldig. Maar ik vind, je moet voor elkaar opkomen. Snap je? Je moet voor elkaar opkomen. Wat vond je van die omschakeling naar de vierde klasse? Want de zaten gingen toen met z'n zeven naar het restaurant met Ben Bakker. Met Jeroen Verspuy. En jongens van Vink natuurlijk. Maar het is gewoon zo. Ik speelde toen bij Schelluiden. Dat was eerste klas. Ik had eigenlijk helemaal geen zin om daar naartoe te gaan. Maar Ger Klop, die had al jarenlang gevraagd van, kom nou eens een keertje naar mij. Ja. Ach, ik denk eerste klas, vierde klas. Ik had nooit zo laag gevoetbald, maar buiten dat, ik verbeeldde me er helemaal niks bij. Hè, van, ik voelde me niks te groot of zo. Ja. Maar bij Schelluiden was ook gewoon fantastisch. Maar ja, ik was toen ook net mijn huisje aan het bouwen. En toen op een gegeven moment kreeg ik een aanbieding natuurlijk van Vink. Hmm. Van Vinkje, ja, dat kon ik eigenlijk niet weigeren. Nee. Ik was op dat moment 42, 43. Ja, kreeg een nieuwe... normaal gesproken kan je ook uit de zak chips krijgen. Nieuwe keuken. Maar ik kreeg nou in verhouding... nieuwe keuken. Dat zijn ze jarenlang. 12 vrachtwagens met de zakken chips. Ja, dus ja, toen dacht ik van ja, weet je wat... Maar ja, jullie hebben het gezien, ook bij Stadoco heb ik gewoon keihard gewerkt. Nee, keihard getraind en keihard gewerkt. Altijd. Ja. En op wat voor niveau dat ik ook gevoetbald heb, ik heb me er nooit waarbij verbeeld. Helemaal nooit. En daarom verbaast het mij wel eens, hè. Dat zoveel mensen in Gorinchem, je wilt niet weten wat ik meegemaakt heb, hè. Mm-hmm. Die hebben een pleurishekel aan mij. Mm. Maar waarom? Omdat ze mij helemaal niet kennen. Maar dat is gewoon, het is meer van verhaal. Dat is gewoon van horen zeggen. Nee. Ik heb het meegemaakt, joh. Dat ik in de kroeg sta. Tuurlijk, ik had hele grote periodes vrijgezel geweest. Flink gerotzooid met de vrouwen. Ja. Maar ja. Matras in de achterding. Snap je? Maar het is toch erg. Dat je buiten staat bij een kroeg. Ja. Dat met een meisje staat te praten. En dat dan een vriendin aan kan lopen die mij helemaal niet kent. En die ik niet ken. En die zegt gewoon van, met deze klootzak moet je niet meegaan. Of dat je je voorstelt aan iemand in de kroeg. Ja, bij Gerard. Ja, hoe doen we dat? Gerard de Haan. Oh, ben jij nou Gerard de Haan? Nee, denk ik van. Ja, ben je daarom geschakeld naar... Exotische vrouwen. Nee. Dat is, heeft altijd wel een beetje de mix in gezeten. Maar het is gewoon zo. Ik ben helemaal geen onaardige jongen. Maar mensen denken gewoon... Mm. Dat was bij NAC ook. Lang haar. Mm. Mensen van buitenaf dan. Hè? Mm. Lang haar. Je voetbal agressief. Mm. Dus je ben agressief. En je bent een aso. En je bent een kampbewoner. En je bent dit. Buiten het veld om... ben ik de rustigste persoon die maar tegen kan komen. Ja, alleen op het veld is het anders. Jou niet van onrecht en je hebt ook een mening. Ja. En dat is moeilijk in voetballen. Weet je, ik heb een mening. En als ik een probleem heb met jou, dan zeg ik het gewoon. Dan ben ik het kwijt. Maar soms hebben mensen wel eens moeite dan. Hè? Maar ik denk toch, ik heb liever dat ze nu mij een klootzak vinden. Maar dan over een paar jaar dacht ik wel eens, als ze dan terugdenken, dan kunnen ze misschien zeggen, ja... Maar het was wel een eerlijke klootzak, snap je? En daarom, ik ben niet van dat opkroppen. Als ik een probleem heb, zeg ik het, maar dan ben ik het ook weer vergeten. Hè? Ja. Daarna is het weer klaar, dan gaan we weer lachen. Ja. Snap je? Maar dat schijnt wel eens moeilijk te zijn voor mensen. Maar net zoals bij NAC ook, ik had natuurlijk een wereldbaan bij Fokker. Ja. Ik had een leidinggevende functie. Maar heb je uiteindelijk opgezegd, je baan? Nee, nooit. Maar het was natuurlijk Gerard de Haan schoppen en slaan. Ja. Maar ik was leidinggevende bij Fokker, na een tijd. Hè. Hoe ging dat op het werk? En dan kom je aan... Zij kijken natuurlijk, hoe zie je sport? Nee, maar niks aan de hand. Maar er werkte natuurlijk...
Er werkten natuurlijk ook heel veel Brabanders. Bij Volker Dordrecht. Dus hebben heel veel Brabanders, heel veel NAC-supporters. En ook sommige jongens die op zaterdag ook aan het werk waren. Nou, dan begonnen we er al over. Hè. Dan kriebelde het al in mijn buik. Snap je? Van vanavond gaan we er weer op. En ik zei wel eens tegen jongens. Nou jongen, ik zal eens kijken of dat ik er binnen 5 minuten 1 tegen de reclamebord aan kan plakken. Snap je? Ah, je wil niet weten. Er is zo'n verhaal van een vlag van AZ. Ja. Ik heb dat nooit begrepen helemaal. In 1991 is dat geweest. Hoe is dat gegaan? Ja, daar heb ik heb hem niet meegenomen. Want ik heb thuis heb ik dus die karikatuur heb ik aan de muur hangen. Mm-hmm. Die komt uit een programmaboekje van toen. Wij speelden in de na-competitie. En moesten uit naar AZ. Ja. En normaal gesproken in dat stadion... bij AZ werden altijd die supporters van NAC, er was niks aan de hand, die werden gewoon altijd gewoon als vee, werden die dat hok ingeslagen gewoon. Het vak ingeslagen, echt gewoon niet normaal. Toen hij nog de periode allemaal met prikkeldraad en van alles. En de fanatieke aanhang van AZ zit normaal gesproken gewoon aan de andere kant op de korte zijde. Maar als NAC daar kwam te voetballen, die gingen in het dichtst mogelijke vak. Ja. Op de lange zijde, gewoon precies in die hoek, daar gingen zij dan zitten als NAC visite kwam. Hoe kon dat? Ik weet niet waarom. Maar toen is het gebeurd van... tijdens de wedstrijd kroop een jongen uit het vak over het prikkeldraad heen van NAC. En die loopt dus naar dat vak toe. En die gaat dus aan een spandoek staan scheuren. Maar dan kreeg hij er niet af. Maar ja, hij weer terugrennen. Die wilde weer terug het vak in klimmen. Hing er een politiehond hing in zijn been. Echt, hè? Maar oké. Okay. Nou, maar dat heeft verschillende verhalen. Maar dit is het enige juiste verhaal. Ja. Wij spelen daar dus gelijk. 1-1. De wedstrijd is afgelopen. Maar ja, daar was ook precies waar die twee supportersgroepen zaten in die hoek, ja, dan moesten wij er ook uit. Dus ik loop langs dat vak van die lange, fanatieke AZ-supporters. Nou, dan weet je het allemaal wel, er wordt van alles naar je gevoerd, ondergespuugd en van alles. Ja, toen gingen bij mij de knoppen gingen op. Ik sprong in dat hek. En ik heb daar spandoeken staan scheuren. Gewoon als een bezetene. Ja, en daar werd gewaardeerd door. Daarmee heb ik me eigenlijk bij die aanhang echt eigenlijk de locals bij eigenlijk gewoon onsterfelijk meegemaakt. Ja. Dat is gewoon bezopen. Dat is echt gewoon bezopen. Je ziet hier. Kijk, Hansie heeft een boek geschreven, eentje. Oké, okay, wist ik niet. Ja, die krijg je zo. Die krijg je zo mee. Mirakel, maar bij jou zie ik boeken vol. Ja, ik heb een aantal boeken meegenomen. Maar dit is ook... Dit is mijn originele wedstrijdshirtje van toen. Hmm. Ja? En dit wordt door bedrijven wordt dit gedaan. Ja. Door bedrijven. Ja, en dat weet ik niet eens. Snap je? Maar het is hoeveel ook allemaal. Mensen hebben gelijk... De meeste vragen die ik altijd krijg is... hoeveel geld krijg je ervoor? Snap je? Net zozelfde met dat boekje, wat is dus niet door mij geschreven, maar is over mij geschreven. Hoeveel geld krijg je ervoor? Mensen vergissen zich daarin, dat heel veel, net zoals een schrijver van een boek. Ja, er ligt er hier ook een tussen van het boek van het schrijven van Gijp, hoe heet hij nou ook weer? Michel van Egmond, is ook bij mij in de zaak geweest toen. Die kwam mij toen dit boek brengen, dat jaar, dat jubileumboek, toen heb ik kennis met hem gemaakt. Ja. En was heel leuk, maar... Snap je? Die verdient er geld aan. Ja. Omdat die meer dan 100.000 boeken verkopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar schrijver nummer 2 in Nederland, ja, die verkoopt misschien maar 15.000 boeken. Hè? Ja. Snap je? Ja. En nummer 3 duik al onder de 10.000. Dus dat is in Nederland geen vetpot. Nee. Dat is gewoon investeren. Dus ik ben al lang blij dat ik een boekje heb. Ja. Ik ben blij dat ik een shirtje krijg. Ja. Ik ben blij dat ik er wat spullen aan overhoud. Ja. Snap je? Wat zei je daarover tegen ons? Wat zei je erover? Ik zei, ja jongens, jullie konden allemaal beter voetballen als ik. Maar ja, ik heb hem. Ja. Maar het is gewoon leuk. De slechtste voetballer van Nederland. Wil je weten hoe dat is ontstaan? Ja. Het is zo, ik heb zelf ooit eens geroepen. Ik ben waarschijnlijk de slechtste voetballer die ooit bij NAC is komen binnenlopen. Ja.
Dat is de uitspraak geweest. Hmm. Alleen, dat is door de jaren heen, is dat verbasterd. Hmm. En als mensen tegen mij zeiden van, je kon niet, eigenlijk niet voetballen. Hmm. Hard werken, maar voetballen kon je niet. Hè? Hmm. Dan zei ik, joh, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Hmm. Want net zoals hoe jij zelf net ook begon toe te doen, hmm. hoe hield je je staande tussen die grote jongens? Hmm. Ja. Vergeet je niet hoeveel dat ik geleerd heb bij NAC. Ja. Vergeet je niet hoeveel dat ik geleerd heb bij NAC. Maar mensen, en gewoon tactisch. Mm-hmm. Tactisch en vooral tactisch. Ja? Mm-hmm. En ik hield op mijn mond bij NAC, want ik verbeeldde me er helemaal niks bij. En net wat je zei ook, hè, van de eerste paar maanden, ik deed mijn mond niet open. Ik was alleen maar aan het trainen. Alleen iedere training was voor mij gewoon een veldslag. Trainen. En met de trainer Hans Verel vroeg aan mij ook wel eens van, Gerard, heb je het wel naar je zin? Ik zeg, ik heb het geweldig naar mijn zin. Laat mij maar gaan. Ja. En in die periode ook, hè, maar wij trainen natuurlijk van SV. In één keer ben je zes dagen in de week ben je met voetbal bezig. Zes dagen in de week. Hè. Ik groeide gewoon in één keer 8 kilo. Hè. 8 kilo. Ik voelde mijn benen, bij mijn aanhechtingen, bij mijn lijf. Nou, train je veel voor jezelf? Hè? Voor mezelf niet. Je hadden geen gewichten, zo bij je nu tegen. Wij hadden geen gewichten, maar het was wel zo. Net zoals nu, een dag voor de training. Mm-hmm. Of een dag voor de wedstrijd nu. Is het volgens mij allemaal tactisch en voorzichtig. Maar kan je niet aanraken. Wij deden op vrijdag gewoon bloedtandenpalen. Ja. Op vrijdag was gewoon wel een iets kortere training. Maar dat was gewoon een uurtje. Maar dat was gewoon bloedtandenpalen. Hoppakee, mm-hmm. Niks inhouden. Gewoon, bij mij was iedere training bij NAC ging ik gewoon leeg. Ging ik gewoon leeg, echt leeg gewoon. Helemaal versleten van die training af. En, maar gewoon, ik heb vooral in tactisch opzicht heel veel geleerd. Maar wat ik al wel gewoon zelf wist, ik wist wat ik niet kon. Mm-hmm. Want omdat ik natuurlijk een hele voetbalopleiding mis. Van het schoolplein tot om bijna 18 voor het eerst van mijn leven voetbalschoenen aandoen. Ja. Ja. Je moet naar mij niet vragen, nog steeds niet. Of dat ik eventjes een weddenschapje wil leggen, of dat ik 25 keer kan hooghouden. Nee, dat kan ik waarschijnlijk niet. Met een speler waarschijnlijk wel, maar met een bal wat moeilijker. Nee, maar dat weet ik gewoon. En wat ik dus niet... Ik wist wat ik niet kon. En wat ik niet kon, dat deed ik dus ook niet. Alleen ik wist wel, ik heb een enorme goede mentaliteit, discipline en een enorme conditie en een hele hoge pijngrens. Maar geloof niet dat ik nooit geen pijn heb gehad, hè. Nee. Tegenwoordig krijg je een tikkie. Ik weet dat ook bijvoorbeeld met ingescheurde enkelbanden. Ja, ik heb gekke dingen gedaan. Maar mijn pijngrens is heel hoog. Ja. Waar ze tegenwoordig een tikkie als ze maar denken dat ze geblesseerd, dat ze verkouden worden, dan blijven ze al thuis. Nee. Ja, dat heb ik niet. Ik heb 1 keer in mijn leven om een wissel gevraagd. En dat was bij NAC. Nee. 1 keer, ik probeerde het nog, maar het ging gewoon niet meer. Ik scheurde mijn achterste kruisband af. Ja. Dat voor de enige keer dat ik om een wissel heb gevraagd. Nou, ja, klaar, maar zo ben ik gewoon. Ja. Maar dat is denk ik, ik wist wat ik niet kon en dat deed ik niet. Dus dan speel je eigenlijk al bijna altijd voor een voldoende. Maar die eerste maanden was het gewoon wachten. Alleen maar trainen, leren. En ook aanpassen. Aan het tempo. Intensiteit. Maar jullie hebben misschien nog een klein beetje meegemaakt met een rondootje. Ik stond niet lang in de midden. Nee, iedereen was bang. Maar iedereen wist. Maar als hij eraan kwam. Iedereen wist eigenlijk wat ik ging doen. Ja. Iedereen wist het. En soms waren mensen nog steeds te langzaam, terwijl ze wisten wat ik ging doen. Dat was hetzelfde met Arjen Robben. Je wist eigenlijk, hij komt naar binnen en hij krult hem binnen. Maar de verdedigers weten het, maar het lukt hem toch. En dat was in een rondootje ook. De meeste waren gewoon te laat. Ja. Uiteindelijk is dat ook een kwaliteit. Dat is ook een kwaliteit. En dit is, dat is denk ik mijn groot. Ook bij NAC en mijn tackle was zo geweldig, jongen. Tijden. En het was zo kicken, jong. Als het met NAC wat tegen zat en het publiek begon te zingen. Gerard Tahan, nummer 10, die moet eraan. Nou, en dan ging het bloed door mijn lijf heen. Dan gierde door mijn lijf heen. En dan ging ik, hè. En dan zette ik een tackle. En dan hoorde je dat publiek. Maar in mijn tackle ging ik
in die sliding ging ik ook weer gelijk omhoog. Nee. En dan een paar seconden later op de volgende plek. En dan laatst gewoon op de volgende plek. En dan hoorde je dat publiek van, ja, ja, maar daar, 10.000 man. Dat is het oude stadion. Dat is het oude stadion. Nou, als het vol zit, dat ook. Ik heb het gevoel dat het gewoon vol zit. Ze hadden gewoon vol te proppen, 17.000 man erin. Een avondje nak. En een avondje nak, hè. En dat was een avondje nak. Maar dat is geweldig. S'avonds donker, licht aan, al het publiek. Voor mij gewoon het beste publiek van Nederland, joh. Dat is... En we hadden een enorme klik met elkaar. Ja. En, maar, en zo pikte de rest van het elftal pikte dat op. Ja. En dan gingen we echt gewoon als een... En zo, wat je wel eens hoort. En zo hebben we echt gewoon de punten uit het vuur gesleept. Hè? En gewoon ook zo dankzij het publiek. Hè? Ik liet me gek maken. Mm. Ik maakte hun gek. Ja. En tegenwoordig dat publiek zit allemaal te wachten. Ja. Of nee, de spelers zitten te wachten op het publiek. Nee. Andersom. Eerst jullie. En dan komen ze wel. Ja. Je? Wat je wel eens hoort van nu een statement maken. Dat was zo'n speler was jij. Ja. David. Heel veel ploegen missen ook zo'n speler. Ja. Soms was het gewoon. Jantje Wouters. Toen die tijd kon je nog eens. Want het was, was niet iedere week een camera. Toen die tijd kon je nog eens gewoon een keer de boel opjitsen. Door gewoon. Pats. En hier achterin een elleboog. Een achter eentje achterover. Snap je? Wat is de mooiste wedstrijd die je hebt gespeeld? Ja. Er zijn er meerdere geweest. Er zijn er gewoon meerdere geweest, joh. Meerdere geweest. Oké. En het is zo, dat is ook heel typisch, hè. Als wij speelden tegen de Graafschap, uit of thuis. Mm. Excelsior, uit of thuis. Heerenveen, Cambuur. Tegen grote ploegen, Ajax, PSV? Mijn periode was voornamelijk was eerst. Ja. En... maar tegen die ploegen, AZ, dan wist ik gewoon, ik ga een goede pot spelen. Ja. En als je dan tegen Helmond moest, of tegen Wageningen, of naar Emmen, dat was altijd gewoon wel wat minder. Ja. Was gewoon minder. Maar er zijn wel gewoon, SVV, of nee, wat was het, tegen VVV, de finale van de na-competitie, waar we thuis met 2-1 winnen. Maar ja, wat net niet genoeg was om... Was verloren met 1-0. Toen was ik geschorst. Okay. Maar dan hadden ze het stadion echt gewoon onveilig volgepropt. En dat was toen. Toen had ik tegen een jongen gezegd van... Ik plak binnen 2 minuten, een jongen van mijn werk... Binnen twee minuten plak ik er een tegen het reclamebord aan. Nou, het heeft misschien 3 minuten geduurd, maar ik had er een tegenaan zitten. Maar dat was geweldig, man. Ja, ik heb zoveel leuke wedstrijden gehad. Het was zo leuk, maar het was echt gewoon... Bij NAC was gewoon top tijd. Echt gewoon... Mensen hebben geen idee. Petjes die op de markt gebracht werden, à la Ruud Gullit. Kipnuggets bij McDonald's. Maar McDonald's, die zeggen als de Haan speelt gratis, krijg je gratis kipnuggets. Mensen, ja, jullie wisten dat misschien ook niet. Dit hebben jullie denk ik nu in informatie. Ja. Maar Ik weet je, het is, ik heb er nooit over. Ik heb mensen gehad die bij mij gewerkt hebben een paar jaar. En dan vragen ze na een paar jaar. Zei, je hebt vroeger een NAC gevoetbald. Ik zei, ja, dat klopt. Waarom heb je dat nooit verteld? Ja, ja, waarom zou ik? Maar denk je dat er ook afgunst op jou is geweest als je bijvoorbeeld nu... Heel veel. Ja. Heel veel. Ook door trainers in het amateurvoetbal? Of... Weet je, het is... hier in de regio waar ik gevoetbald heb. Mm-hmm. En een trainer waar ik zelf mee gevoetbald heb. Kees van Bavel, top. Ja, was gewoon top. Leon Elans is nu trainer, is gewoon ook een maatje van me. Heb ik ook mee gevoetbald. Wereldgast, is nooit mijn trainer geweest. Top. Dat zijn jongens die het mij gegund hebben bij Kozakken Boys. Ja. Eigenlijk geen problemen. Jij hebt nog op de Vierlaan gespeeld. Hè? Ik heb op de Vierlaan gespeeld. Ja. Geweldige tijd ook. Ja. En ik noem de Kozakken Boys altijd een beetje nak in het klein. Ook dat publiek, fanatiek. Ik heb een aantal prijzen thuis staan. Van het publiek van Kozakken Boys, beste speler van het seizoen. En zo slecht voetballen kon ik nou, snap je? Maar ik krijg wel die prijs. Dat was elftal met Hans Brouwers ook. Zo. Hans die Brouwers, ik zat er al voor Hans, snap je? Maar, maar ik heb bij Kozakken Boys ook een hele slechte ervaring. Okay. Johan van der Werf, een stukje jonger, heb ik gedorie zelf mee gespeeld. Ja. Die moest toen bij Kozakken Boys wat slechter ging. Die wordt dan in een soort interim trainer. Ja, en in één keer gaan ze weer raar doen met mij, snap je? Ja, gaan ze in één keer weer passeren, terwijl je het hele seizoen gewoon basis speelt, kom hij en in één keer zonder uitleg, je wordt gewoon genegeerd.
ben echt genegeerd, hè? Ja. En je bent oud genoeg om dat aan te voelen. Hè? Het is gewoon, doe, hou een praatje met iemand en onderbouw het een beetje klaar, snap je? En dan zal ik je ongelijk wel bewijzen. Ja? En dan gaan ze raar doen. En allemaal achter je rug om, allemaal rare verhalen. En dat was Johan van der Werf. Maar de ergste die ik gewoon meegemaakt heb, is gewoon natuurlijk een heel triest geval, is natuurlijk Kees Lagendijk. Oh. Ja? Ik heb vroeger met Kees gevoetbald bij SVW. Mm-hmm. Nou ja, gewoon natuurlijk gewoon, ik ben een beperkte voetballer. Ja. Maar er zijn er meer, hoor. Maar dat geeft allemaal niks. Nee. Gewoon klaar, maakt mij niet uit. Maar prima toch, laat iedereen in zijn waarde. Precies. Ja, maar doe dan niet zo dik, verbeeld je er nou niet bij. Maar zoveel verbeelding. In de zin van veel verbeelding? In verbeelding van het idee van dat ze meer zijn dan een ander. Dat ze belangrijker zijn dan een ander. Dat ze meer bereikt hebben dan een ander. En jij hebt Kees als trainer gehad toen bij Stadoco. En toen kreeg ik Kees gewoon als trainer bij Stadoco. Ze vroegen ook aan mij van, joh, wat is dat? Ik zei, nou ja, zoals ik heb een, hij schijnt het bij aardig wat clubjes, heeft hij het toch goed gedaan. Een reputatie dus. Ja. Waarom niet? Hij snap je. En dan in één keer ben ik... Ik was aanvoerder. Ja, ik weet het. Ik ben toen dat seizoen gekomen. Ik ben Nou, dan weet jij ook zijn welkomstpraatje. Ja, ik ben ook dat seizoen aanvoerder. Dan weten jullie allebei zijn welkomstpraatje. Nou, die kan ik nog dromen. In de ponden. Zijn welkomstpraatje was volgens mij... Ik heb zo meteen nog een paar regels. Misschien dat jullie het dan weer herinneren. Dat was denk ik met een bespreking bij een club voor een wedstrijd. Mm-hmm. Maar die wordt dan in één keer... Wordt die trainer? Nou, daar stond ik ook achter. Nou, goed, leuk. Goed gedaan bij clubs. Nou, in één keer raak ik zomaar... Mijn aanvoerdersband raak ik kwijt. Maar ik kwam halverwege. Dus ja, dat zijn gepromoveerd. Ja, maar wij stonden met de winterstop. Met de winterstop, met de verdiensten van Kees van Bavel. Ja. Stonden we al 43 punten voor. Daar kon eigenlijk al niet meer stuk. Toen heb een tijdje de speler Robbie Soffers. Heeft het toen nog een tijdje gedaan. Hmm. En de laatste paar wedstrijdjes is er begeleiding geweest van dinges. Maar, en toen speelde ik nog maar het seizoen erop. Toen kwam ik. Toen werd er allemaal raar gedaan. Ja. Hey, toen werd er allemaal raar gedaan richting mij. Mm. Toen raakte ik mijn aanvoerdersband kwijt. Ik werd aan de kant. Ik speelde achterin. Ja. In één keer moest ik weer op het middenveld de boel af gaan storen, meters gaan maken. Ja. Dan ben je 46 jaar oud. Snap je? Als je dan iemand, het is niet zo moeilijk om iemand op zijn bek te willen laten gaan. Mm. Maar ben je dan gewoon een vent? Zeg dan gewoon tegen mij, Gerard, ik vind je te oud, snap je? Had je het dan geaccepteerd als gewoon was gezegd van even luisteren? Nou, ik vind je te oud, snap je? En klaar, en ik ga zo beginnen. En dan accepteer ik dat. Ja. En ik ben dat nog steeds. Want dat spelletje, dat kende ik. Ja? Bij Kozakke Boys was het hoofdklasse. Mm-hmm. Er zijn heel wat nieuwe trainers geweest. Mm-hmm. En ik was op een gegeven moment de oudste speler van Nederland. Hè? Ja. Die iedere week gewoon voetbalde, hè? In de hoofdklasse niveau toen ik 40 was. Hè? Mm. Ik speelde iedere week. Mm. Maar telkens bij een nieuwe trainer. Moest je opnieuw beginnen. Kreeg ik aan het begin van het seizoen kreeg ik nummer 17. Ja. Maar dat had niks te betekenen, hoor. Ja. Maar ik wist wel beter. Maar ik had er ervaring mee. Dat ze niet meer, dat de spelers gingen, of de trainers gingen niet meer kijken naar wat je nog kon leveren. Mm. Ja. Maar je keek alleen maar naar je leeftijd. Snap je? En ik vond dat dus wel leuk. Ja, ik zou het ongelijk wel bewijzen. Ja. Dus klaar. Ja. Maar doe niet zo achterbaks. Ja. Doe niet zo achterbaks. En dan denk ik van, je bent een hele matige voetballer geweest. Je hebt het er aardig over gedaan. Heb je het nu over ik heb het over Larenijk. Je bent een hele matige voetballer geweest. En doe dan niet zo... wees dan gewoon een vent. Ja. Alleen op een gegeven moment heb ik toen gewoon... jullie hebben dat meegemaakt. Ik had het toen heel moeilijk. Want ik liep maar je had nog best wel wat gespeeld ook. Want ik weet nog een keer dat je oud gegaan bent in de kleedkamer. Ja, maar dat was... Nee, dat was... Weet je dat nog? Nee, dat weet ik nog. Ja. Dat is voor het eerst van mijn leven dat ik flauw gevallen ben. Ja. Ik moest toen meedoen met het tweede van Lagerdijk. Dat was bij het tweede elftal. Nee, dat was bij het eerste. Nee, dat was bij het tweede elftal. Was bij het tweede elftal. Nee, dat was bij het tweede elftal. En ik weet nog goed, het was toen bloed en bloed heet.
En ja, maar ook bij het tweede was het gewoon voor mij, als ik moet voetballen, maakt niet uit, volle bak. En ik kreeg wel steeds meer last van de warmte, naarmate ik ouder werd. Mm-hmm. En toen na de wedstrijd ging ik naar de kleedkamer. Toen ging ik op mijn hurken zitten. En toen deed ik mijn kop onder een ijskoude kraan. Ja. Een paar minuten. Ja. En toen stond ik op. En toen schijn ik oud te zijn. Ik flauw geval. Ja. Dus heel raar eventjes. Ja. Hey, maar... Nee, maar, en toen heb ik op een gegeven moment... Ik wist gewoon, als dit te lang duurt... Ja. Mm-hmm. Dan gaat dit gewoon helemaal uit de hand lopen. Ja. Ja, en toen belde ik de sponsoren op. Mm-hmm. Die toen goed voor mij geweest zijn. En mm-hmm. toen zei ik ook van... Ik vroeg aan, ik belde ze op en ik zeg... Jong, ben ik jullie nog wat verschuldigd? En ik weet nog goed wat ze zeiden. Mm-hmm. Ze zeiden, jongen, we begrijpen het helemaal. Stop er maar mee voordat er ongelukken gebeuren. Mm-hmm. We begrijpen het helemaal. Aan jouw kant. Aan mijn kant. Ja. Ze begrijpen het helemaal. En toen ben ik maar gegaan voordat er ongelukken zouden gebeuren. Mm. Maar ik vond het zo onrechtvaardig. Maar wees gewoon een vent. Mm. En, maar het zei eigenlijk al genoeg. Ik heb het niet op die manier. Ik weet wel dat jij de groep een keer nog in de kleedkamer hebt toegesproken. Ja, ja, ja. Ik vond Kees, moet ik wel heel eerlijk zeggen, hij heeft me toen naar het ook gehad. Ik vond Kees, ja, ik vind Kees wel een van de betere trainers die ik had. Naar mij toe dan. Hè? Ja, maar ik... Ik zeg ook niet dat hij een slechte trainer was. Nee, nee, nee. Maar ik, als mens zeg ik ook gewoon, het zal misschien een hele aardige jongen zijn. Maar net zo goed. Jou gewoon, ja. Maar hij richting mij, het is... Maar dat was... Ik voelde gewoon, hij gunt mij niks. En snap jij, gunt mij niks. Maar, hij is tegen mij gewoon niet eerlijk geweest. En jongens, alsjeblieft. Echt, ik weet nog heel goed een praatje van hem. Mm. Dat hij binnen kwam lopen daar voor die groep. En echt, en dan denk ik bij mezelf, zak alsjeblieft in de stront. Ja. Van als je er voor de groep komt staan. En daar met je stem verheffen. Mm-hmm. Van, als je wat wil in het leven, moet je wat voor doen. Mm. Kijk naar mij. Mm. Zo heeft hij voor de groep gestaan. Mm. Ik heb een aardig bedrijf. Mm. Ik heb een mooi huis. Mm. Hebben jullie mijn auto gezien? Donder even op, joh. Zo heeft hij voor de groep gestaan. Nee, maar dat is dan misschien geweest. Ja, wij waren te jong, dat was dan misschien in de groep. Mm. Dat hij de half jaar, dat hij daarin stond. Ja. Mm. Zak even in de stront, joh. Maar Gerard. Daar moet je bij mij niet mee aankomen. Wat verbeeld je dan? Ja. Snap je? Maar je had met hem, je kent elkaar lang. Ja, maar ik speelde, hij zat meestal wissel. Oké, wij hebben in hetzelfde elftal gezeten. Alleen, dus je kon daar niet met elkaar over praten. Kijk, als nee, maar ook toen, heb ik nooit wat met hem gehad. Mm. En hij ook niets met mij. Maar voor de rest ook geen problemen, snap je? Alleen dat toen... Maar ik heb altijd het gevoel gehad van, hij had daar de mogelijkheid om mij nou te pakken, om wat voor reden dan ook. Maar weet je wat? Pakt niemand mij meer af. Nee, precies. Snap je? En ik verbeeld me daar helemaal niks bij. Veel betere voetballers in Gorinchem. Ruudje Brood. Mm. Snap je? En alles. Allemaal mooiere carrières gehad. Mm. Ja? Marco van Hoogdalen. Ja. Geweldige carrière gehad. Ja, van alle toeters en bellen. Mm. Ja. Maar heeft hij een stuk 10 boeken waar hij in staat? Snap je? Dat bedoel ik. Mijn verhaal is wel gewoon een heel apart verhaal. Misschien nog een film, Gerard. Misschien nog een film, of niet? Maar, als je begint te praten. Als je begint te praten. Mensen hebben hier geen idee. Nee. Die hebben geen idee wat ik meegemaakt heb. Ja, dat kan nu wel. En hetzelfde met die Breda Locals. Die jongens een paar jaar geleden ook. Ik heb altijd een klik gehad. Met de supporters, hè. Ook jaren daarna. Mensen die komen gewoon uit Breda, die kwamen naar mijn frietent. Die komen gewoon een patatje eten. Ja. En even op de foto. Snap je? Toen je binnenkwam, gaf je ook aan in de VI dat er iets in staat wat waarschijnlijk niemand weet. Ja. Vertel eens. En dit is zo. Ik heb hier een VI, dit is van mijn allereerste jaar bij NAC. Ja. En je weet, in de VI... Krijg je cijfers. Krijg je natuurlijk elke wedstrijd die je speelt, uit en thuis... Krijg je cijfers. Ja. Dus als je uitspeelt, krijg je dus van mensen uit die regio, je speelt uit bij Emmen, krijg je een cijfer uit iemand uit de regio van Emmen. Ja. Nou, ik heb hier de laatste VI van dat seizoen.
Dus het eindklassement. Ja. Oké. Okay. Het eindklassement. Mm-hmm. Ja. Dat jaar werd Vitesse werd kampioen. Mm-hmm. Frans Thijssen, oude bekende voetballer. Mm-hmm. Linkspoot. Werd nummer 1. Mm. Edward Sturing, die naam zeggen jullie wel wat. Ja, de trainer van Vitesse. Respect. Dat is een bek. Werd nummer 2. Wie staat er op nummer 3? John Kekees. Kekees, John. De naam. Ja. Heb je een prijsje gekregen? Heb je een prijsje gekregen? Nee. Heb je niet zo... Lems? Lems. Ja, maar je ziet daar, ik sta dan in, daar sta ik in het sterrenelftal. Mm. Daar heb je dat zie, hè? Sta je er ook in? Daar sta je dan in. Oké. Okay. Dat sterrenelftal. Ja. Mm. Maar ik eindig op nummer 3. Ja. Mm. Dus zo'n slechte voetballer was ik nou. Mm. Ja. Snap je? Maar je had misschien nu wel... zijn er misschien 1, 2, 3. Nu zijn er misschien 5 personen die het weten. Ja. Ik praat hier nooit over. Nou, maar zo slecht. Onze zo kijkers slecht. Ook nu, hè? Gerard. Zo slecht was ik niet. Nee. Maar wat vind je dan van die titel dat daar wel staat? Is dat niet een beetje Weet je, het is zo. Ik vind dat allemaal prima. Snap je? Ik vind dat allemaal gewoon helemaal prima. Interesseert me niks. Ja, kon je voetballen en kon er niks van. Klaar, huppakee. Nee, maar je bent ook cultspeler op nummer 1 geëindigd voor John de Wolf en Lems. Dat was van een boek, dat was van een magazine van Santos. Mm-hmm. Ja. Van Santos, een paar jaar geleden geweest. Ja. En die hadden dus een verkiezing uitgeschreven. Populairste cultheld. En dat ging dus over voetbalstijl-icoon. Mm. Voetbalstijl-icoon. Mm. Dat sta je er, hè, tussen Johan Cruijff, Ruud Gullit, Wesley Sneijder, Danny Blind, John de Wolf, al die mannen. Ik wist niet eens dat erin stond, hè. Maar in één keer word ik gebeld. In één keer word ik gebeld door Jinek. Eva. Door Eva Jinek, dat programma. Op maandag, of dat ik op woensdag even naar de studio wilde komen. En wat waarvoor? Blijkt nou, die verkiezing. Ja. Ja, en ik heb die verkiezing gewonnen. Geweldig toch? Oh, je wist het helemaal niet. Nee. Ik wist het helemaal niet. Snap je? Op dat moment, ik wist nog niet dat die verkiezing gaande was. Mm-hmm. Toen ik naar Jinek toe moest, was de verkiezing nog niet afgelopen. Mm. Maar ik stond al wel een stuk voor op John de Wolf. En uiteindelijk heb ik hem dus gewonnen. En ik had iets van 1500 stemmen meer als John de Wolf. Ja. Maar logisch, weet je, het is, als die fans in Rotterdam gewoon gaan stemmen, dan wint hij het gewoon, ja, snap je? Dat zijn ook trouwe supporters. Ja. Maar het zegt genoeg dat die supporters uit Breda, die gaan gewoon stemmen. Ja. Die vinden dat leuk, die gaan gewoon stemmen. En dan eindig je gewoon op nummer 1. Plus weer, niemand zit bij Jinek aan tafel. Ook. Leuke meid. Was gelijk even kijken. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Ja, dat is mooi dat je dat allemaal mee kan maken. Hé, hey Gerard, ik had eigenlijk een paar dilemma's, maar die heb je al... Een paar wel, maar. Een paar. Ik heb wel twee dilemma's wil ik mee over hebben. Ja. SW of Sudoku? Ja, dan kies ik voor Sudoku. Echt? Ja. Ja. Terwijl je zo lang bij SW had gevoetbald? Zo lang, ook weer niet, een aantal jaren. Ja. Maar daar zit ook een heel verhaal achter. Mm. En het lijkt wel of dat eigenlijk mij blijft achtervolgen. Ik had dus de kans om te mogen gaan trainen te proeftrainen bij NAC. Ja. Nou, ik vraag netjes toestemming aan de leiding van SVW, want dat moest, hè. Wie was toen trainer? Hans van Dongen. Ja. Maar ik vraag dus toestemming om te mogen gaan proeftrainen. Nou, die krijg ik. Nou, op een gegeven moment mag ik dus naar NAC toe. Ja. Met wat hulp dan van de Brave, maar ik mag naar NAC toe. We hebben een meneer die bij SVW werkt, Gerard Groenenberg. Ja. Die belt de KNVB op. Met een lulkoek verhaal dat ik geen toestemming had en dat soort taferelen. Dus ik word gebeld door NAC. Mm-hmm. Ik word gebeld door NAC en... ja, die trekken de stekker eruit. Probleem. Okay. Nou ja, ik was... Die was teleurgesteld. Wie? Je was toen teleurgesteld. Was teleurgesteld. Ja. Ik leg de telefoon neer. Ik sla heel mijn handen kapot op de muur.
En echt de bloed droop van mijn vuist af. En ik naar de SVB-kantine. En zo liep ik de kantine binnen daar met mijn handen helemaal onder het bloed. Mm-hmm. En ik zeg, moet je Groenenberg hebben? Dus ja, er zat toevallig Kees, of Francis Waters zat dan aan de bar. Ja, en zo'n beetje te kletsen. Maar Groenenberg was er niet. Maar een paar dagen later was alles wel gewoon geregeld. Ja, toen begreep hij de boodschap. En toen ging ik namelijk dus afscheid van de club. Mm. En ook van die trainer Hans van Dongen. Ja. En zijn laatste woorden richting mij waren van... ik vind het helemaal niet werk dat je weggaat. Ik heb toch geen klote aan je gehad van het seizoen. Nou, en zo ben ik weggegaan bij SV. Dat is niet netjes. Dus ik heb altijd geroepen. Ik heb ook nooit meer een uitnodiging gekregen van SV als er wel eens iets te doen was. Mm. Niet laatst? Laatst ook niet laatst? Nooit? Toen wij tegen Schleiner speelden. Dat was relatief oud spelers. Nee, nooit. Groenenberg had geregeld. Ze hoeven hem ook niet te sturen. Maar ik heb wel eens vaker gezegd in interviews, weet je wat, ik ga bij SVW kijken en er zullen ongetwijfeld, ik weet nu, het is op een ander terrein, ja. Het is het SVW van vroeger niet meer, mm-hmm. Het zijn de mensen ongetwijfeld, de mensen van vroeger niet meer, nee. Dus het is misschien niet netjes dat ik nu zeg, maar vooral in jaren geleden, mm-hmm. Toen allemaal die mensen nog wel allemaal in mijn periode gerelateerd waren aan SVW, zei ik altijd, ik ga alleen maar bij SVW kijken als het in de fik staat, mm. Dan ga ik kijken of het goed brengt. Maar je zoon speelt bij SVW. Mijn zoontje heeft bij SVW gevoetbald, ja. In de jeugd, snap je? Maar ja. Dat is, daar gingen vriendjes van hem naartoe. Dus klaar, dit is wat ik meegemaakt heb bij SVW. Dat is niet leuk. Dat is gewoon niet leuk, maar daar hou je niet in dat mijn zoontje, als die bij SVW voetbalt, en zijn vriendjes gaat hij lekker bij SVW voetbal. Ja. Maar dat is dus een verhaal van SVW. En daarom is mijn keuze heel makkelijk. Ja. Mooie tijd. Dat is ook al. Ja, Ger Klop. Die haalde ons bij de club. Die haalde ons bij de club. En Ger was gewoon een hele schappelijke man. Snap je? Het gaat er niet om of dat hij nou een betere of andere trainer, of een betere of een mindere trainer was. Want, wij zijn alle drie trainer. Wat typeert jou... Ja, wel assistent trainer. Assistent trainer. Ja, wat typeert jou een goede trainer? Wat zou je ons mee willen geven? Of, Nou, weet je, het is, je kan dat je... Weet je, het is een samenwerking, hè? Ja. Tussen, jij kan pas een goede trainer zijn, als je ook spelers hebt, die gewoon naar je luisteren. Ja. Ja, en die wat van je leren. Ja. Snap je? Dan kan je nog zo'n goede trainer zijn, als jij een speler hebt. En jij attendeert allemaal 12 keer op dezelfde fout en hij blijft doen. Ja. Ja, dan ligt het niet aan jou, aan jouw capaciteit als trainer. Dan ligt het gewoon aan het niveau en de capaciteiten van de speler. Snap je? Maar wat ik gewoon, en iedereen zou adviseren gewoon, ook in het dagelijks leven, ook met, gewoon met werk, ja, als er iets is, wees gewoon een vent. Ja. Zeg het gewoon, mm-hmm. Ja, zeg het gewoon en klaar. En dan kan een speler nog altijd een andere mening hebben, ja. Of een andere visie hebben, mm. Maar deel jouw mening, deel jouw visie, snap je? Ja. En dan klaar, en dan kunnen ze je... Van alles vinden, maar dan kunnen ze naderhand, als ze weer wat ouder en wat rijper en verstandiger worden, kunnen ze terugkijken en zeggen, ja, maar hij zei het tenminste wel in mijn gezicht en niet achter mijn rug, snap je? En dat is gewoon het enige advies, maar dat geldt eigenlijk gewoon in het dagelijks leven gewoon ook voor mij. Het is zoveel makkelijker, joh. Alleen ik waarschuw je wel, er zullen gewoon genoeg mensen zijn die daar niet tegen kunnen. Nee. Die kunnen daar niet tegen. Tegenwoordig helemaal niemand meer in deze tijd. Nee. Maar is de voetballerij niet helemaal eigenlijk de meest gevoelige? Ja, het voetballen, joh. Weet je, het is niet netjes wat ik nu ga zeggen. Hè, want het is ten opzichte van de slachtoffers die allemaal vallen. Mm. Maar ik hoop dat wat er nu in de wereld gebeurt, mm-hmm. dat ook die voetbalwereld dus weer eens een klein beetje terugzet met beide poten op de grond. Mm. Want houd toch op, je 200 miljoen voor een speler. Ja. Snap je? Het is gewoon helemaal scheef in de wereld. Dat is gewoon helemaal scheef. Heb jij eigen binnen gevoetbald? Nee, absoluut niet. In mijn periode had ik gewoon een heel goed salaris. Okay. Wat ik ook bij Fokker had, dan moet je mijn periode, in mijn situatie wat ik had, was gewoon een hele goede baan voor moeten hebben. Ja. Dus... Alleen andere tijd. Ja.
was ook nog gulden tijd natuurlijk. Natuurlijk na de komst van die euro is natuurlijk ook alles op de kop gegaan. Want als die gulden er nog had geweest, dan had ik vijf, zes, zeven jaar geleden al eerder gestopt met werken. Ja. Het leven is natuurlijk door die euro veel duurder geworden. En, nee, maar ik heb wel gewoon, ik heb het achter de hand gehouden. En toen ik mijn eerste zaak ging beginnen, was het voor mij heel fijn dat ik gevoetbald had. Ja. Het was heel fijn als start zijnde. Het was gewoon heel fijn. Maar ja, dan ben je er toch goed mee omgegaan. Want ja. Daardoor ga je nu op je 56. Ja, ja. Ja. Ben ik dus. Heerlijk. Hey, we gaan bijna afsluiten, maar ik heb nog wel een vraag in het boek. Komen veel vrouwen naar voren? Ja. Ben je nu gelukkig? Ik ben. Ik had een relatie met een Spaanse, dat staat weer op een heel laag pitje, dat is eigenlijk over, maar we hebben nog steeds wel contact, maar het is, maar ik ben gelukkig, okay. Ik ben gewoon gelukkig, ik ben ook gelukkig alleen, snap je, ik ben gelukkig alleen, ben gelukkig met mezelf, en ja, het is gewoon goed, maar ja, sorry jongens, het is, ik hou van vrouwen, en soms, daarom zeg ik in het boek, het is soms een beetje raar geschreven, dan kan je afgeschilderd worden als vrouwengek. Maar dat is het helemaal niet. Nee. Je moet het ook wegzetten tegenover mijn leeftijd. Mm. Mm. Het is niet allemaal in drie jaar gebeurd. Snap je? Het is niet in drie jaar gebeurd, hè? Het is gewoon door heel mijn leven heen. Mm. Mm. Ja, en er zijn er een aantal gepasseerd. Nou ja, fijn, leuk. Ja. Het leven gaat door. Het leven gaat gewoon door. En ik wil er ergens één ding op terugkomen. Hè? En weet je wat ik nou gewoon heel leuk vind ook aan NAC, mm-hmm. En met die Breda locals bijvoorbeeld, en ja. Met die jongens, hè, daar heb ik best helemaal goed contact mee. Mm-hmm. Ja. Het is toch gewoon geweldig, 27 jaar later, en in iedere thuiswedstrijd hangen die jongens gewoon een spandoek neer, ja. met mijn afbeelding eronder, mm-hmm. Of met mijn afbeelding erop, en met de woorden erop, of met de letters erop van Noat, nooit opgeven, mm-hmm. Altijd doorzetten. Zo. En zij zeggen, er was maar één speler die dat voor ons gewoon, die dat belichaamde. Dat was jij gewoon. Mm. En dat vind ik toch gewoon, iedere keer als ik daar weer ben en een spandoekje hangt er. Dan doet het wat mee. Sorry jongens. Toch kippen wel. Daar geniet ik in stilte. Ja. Daar geniet ik in stilte. En terecht. En dus. Nou mooi. Ja, ik vind het jammer dat het een einde is, want ik zou nog 3,5 uur vol kunnen praten. Dan kom je nog een keer terug. Echt, ja. Mensen hebben gewoon geen idee. Geen idee wat ik gewoon bij NAC allemaal meegemaakt. Nou, dan kom je nog een keer terug. Dan denk ik dat ze gewoon dat je een film erover moet gaan maken met iemand vanuit Breda. Nou, met het is zo, over dat boek, door dat boek ook, dat die vrouw heet Cecile Koekoek. Mm-hmm. Die komt oorspronkelijk uit Breda, was vroeger fan van NAC, was fan van mij. We hebben niets meer gedaan. Nee, jongens. Daar staat ook nog wel ergens geschreven. Dat, die werkt bij de VARA. Mm. En jaren geleden schreef hij een keer een kolom in de VARA-gids. Mm. Maar ja, ik ben geen lid van de VARA-gids. Ik weet het niet, maar ik heb kennis en vrienden. Net zoals Matthijs Resort bijvoorbeeld. Mm. Ja. Die vindt van alles. en dan krijg ik dat via hem. Ja. Mm. En toen had hij een fotootje gemaakt van hem en mij, want hij had contact met haar op een Twitter-account of op Instagram, weet ik veel wat. En Thijs. En hoe heet het? En had een fotootje gemaakt met een VARA-gids zo. Dat is leuk. En toen heb ik haar uitgenodigd om een keertje mee te gaan met mij naar NAC toe. Nou, dat hebben we gedaan. En toen hebben we zo eens over mijn leven gesproken. Ja. Ja. En toen zei zij van, joh, het is eigenlijk het is eigenlijk stof voor een boek. Voor een jongensboek. Ja. Voor een jongensboek. Nou, en jaren later dus kom ik met Michiel van Egmond. Ja. Met Michiel van Egmond. En ja, die werkt natuurlijk voor Johan Derksen. Ja, nou op een gegeven moment krijgen ze de opdracht van hem. Schrijven ze een boekje over Gerard. Mm. Mm. Dus geweldig. Zo is dat. Dus, geweldig. Ja. Er zou een boek nummer 2 kunnen komen. Ja, 100%. En een afdeling. En ik denk dat het boek nou leuker zou kunnen krijgen. Maar ik denk wel dat er meer had in kunnen gaan op je amateurperiode. Ja. En echt ik vind er had meer in gekund Vond ik ook. Over het voetbal. Juist. Ja.
Ja. Er had veel meer ingekund over het voetbal. Ja. Snap je? Mee eens. Ja. Dus, maar ook voor Cecile was het nu de eerste keer dat ze zeg maar een boek schrijft. En het is allemaal niet zo makkelijk, snap je? Het is allemaal niet zo makkelijk om een boek te schrijven. Nee. De een wel van de ander. Ja, Hans heeft het geschreven. Dus het is. Weet je, het is jong. Het klopt niet. Weet je, het is wie heeft er een boek, denk ik, bij mezelf. Snap je? Ja. Ik vind het geweldig. Zeker. Ja, ik vind het geweldig. Ik vond het leuk dat ik hier ook het Piazza Centrum met de boeken aandoen. Ik ken die eigenaar en dan ligt die stapel met boeken. Ik heb op een zaterdag gezeten in Breda, in een enorme boekhandel. Ja. En dan zit je daar een dag om boeken te tekenen, signeersessie. Dan ga je daar naartoe en dan denk je van, cool. Nou, ik hoop maar dat er iemand komt. En dan sta je echt versteld van. Ja? Er zijn mensen bij die komen niet met één boek. Er zijn mensen bij die komen gewoon met zo'n stapel boeken. Dat is gewoon absurd. Dus in een hele zaterdagmiddag zit je daar gewoon. Maar boeken te signeren. Ja. Dat is gewoon absurd. Mooi. En ook door dat boek. Kom je met voetbal in sight. Ik zit op zaterdagmiddag zit ik in Breda of in Utrecht in een heel groot kraancafé. Dat wist ik niet. Ik denk, ik ga weer naar een studio toe. Ja. Dan zit ik daar bij Spijkers met Koppen. Heel groot. En heel veel publiek, live publiek. Geweldig. Lachen, gieren, brullen. En dan ga je naar Radio 538. Dan ga je naar Omroep Brabant. Dan ga je naar Omroep Gelderland. Dan ga je naar TV bij Omroep Brabant. Podcast. Podcast, kom hier op de podcast. Nu de podcast. Ik stond toen in alle kranten. Dan sta je in één keer in een magazine, de Esquire. Ik wist niet eens van het bestaan. Ja, wel Vrouwenblad. Dus, nee, dus voorop staat dan de koning, Willem-Alexander. En dus wordt al aangekondigd dat ik op die voorkant, dat er een verhaal over mij in die Esquire is. Dat nog nooit van dat magazine gehoord. Ik vond toen leuk ook. Net als ik zeg over die Spaanse, die gaat terug naar huis, die gaat op Schiphol, die loopt langs een boekhandel, ligt daar bij de ingang, liggen daar mijn boeken. Ja, ja. Gewoon aparte dingen gewoon. Ja, mooi. Hele aparte dingen. Mooi om mee te maken. Mooie carrière. Nee, Ger, we gaan jou zeker nog een keer uitnodigen, Boetje, want je ziet het, Ger, het is iemand met heel veel mooie verhalen. En wij willen nog meer van horen. Nee, het is een, zoals Hans het al aankondigde, het is een Gorkumse legende. Alles meegemaakt. En ik denk dat wij vandaag wat meer over hem zijn te weten gekomen. Over zijn achtergrond. Dus dat vinden we geweldig. Wij nodigen je zeker nog een keer uit. Nou, wat zou ik zeggen. Morgenavond, dus maandagavond 6:30. Komt het de uitzending met Gerard. Like en subscribe, je weet het. Volgende week hebben we weer een interessante voetbalgast. Waarbij we ook over zijn leven gaan hebben. En we zien elkaar volgende week.